Goeiedag. Vandaag duiken wij in de wereld van de snoets. Waarom duiken wij in de wereld van snoets? Omdat er twee nieuwe producten zijn die geleverd worden door verschillende leveranciers. Namelijk de Retra LSD Prime en de Saga snoet. Beide snoets die heel specifiek horen bij één type flitser. En ze werken anders dan onze reguliere snoets die we al kennen, onze zelfbouwsnoets. Ze projecteren namelijk het licht op je onderwerp door middel van lenzen. Nou, hoe dat werkt, daar gaan we zo naar kijken. Nou, en om te weten hoe die snoets werken, zijn wij het water ingedoken. Zijn we in de studio wat dingen gaan vergelijken. Ja, en het ziet er in ieder geval allemaal heel mooi uit. Maar werkt dat nou ook mooier? Werkt dat nou ook anders? Nou, ik ben samen met Ron aan het testen gegaan. En we gaan nu eens kijken naar de verschillen. De belangrijkste verschillen tussen dit soort snoets. Mooie snoets. Of onze eigen bouwsnoets, zoals we ze aan de waterkant ook heel veel zien. Nou, laten we Ron er eens bij gaan roepen en eens kijken wat nou de belangrijkste verschillen zijn in de snoets. Nou, allereerst fijn dat we weer bij jou in de studio terecht kunnen natuurlijk. Ja. De reden dat ik jou heb gevraagd voor deze test, om samen eens naar die snoets te kijken, omdat jij graag met een snoet werkt. Ja. Er zijn een hele hoop mensen die vinden snoets onhandige dingen. Nou, ik kan mezelf er ook nog wel een beetje toe rekenen, want ik vind het af en toe ook nog wel eens wat onhandig. Maar laten we nou, voordat we eens heel uitgebreid gaan naar de snoets gaan kijken, is heel simpel naar de technische verschillen kijken van, ja, dit soort snoets, deze nieuwe soort snoets. Als je nu het verschil zou moeten hebben, want deze zijn heel specifiek beide voor de Inon gemaakt. Ja. Ze zijn beide wel heel, sowieso het materiaalgebruik is anders. Maar heb jij een voorkeur voor een van de twee na het testen? Ik heb zelf een voorkeur, maar ik ben heel benieuwd naar jouw voorkeur. Ja, ik vind die Saga vind ik wel iets qua constructie wel mooi. Bijvoorbeeld ten eerste plaats natuurlijk dat die glasvezels die het toch wel een behoorlijk gedeelte van het installicht naar je onderwerp kunnen leiden. Nou ja, goed, dat je dus niet allemaal van die verschillende onderdelen mee moet nemen, hè, want je moet dan toch ja. Wel, zit aan een touwtje vast en dan onder water een ander gaatje. Hier is het een kwestie van een ander, je kunt het nog, het mooie is zelfs dat één glasvezel, dun glasvezelkabeltje, dat wordt naar buiten geleid en dat maakt een soort lichtbundeltje op die. Dat hebben ze heel slim gedaan. Op die cijfertjes, zodat je precies kan zien welk gaatje je voor hebt zitten. Plus dat er ook nog gewoon een lens is. Je kan hem dus, op verschillende punten kun je hem dus min of meer of minder scherp stellen. Dus dat je meer of minder randen krijgt. Hij is wat kleiner en compacter. Ik geloof ook wel dat hij wat een stuk duurder is dan deze Retra. Want van Retra zijn er geloof ik, je hebt deze, dit is de Prime. Maar je hebt ook nog de Professional, die heb ik ook in mijn handen gehad. Die is helemaal van metaal. Hier is alleen de lens van metaal. En hier zit één lens in. En in de Prof, net zoals daar, is een lensenstelsel. Ja. En dus dit is een betrekkelijk eenvoudige lens. Is dit. En bij die Pro zit er dan een dubbele lens in. Wat mij verbaasd is ook dat ze dit gedeelte helemaal van doorzichtig kunststof hebben gemaakt. Ja, dus dat is toch al wat. Dat viel mij ook gelijk op inderdaad. Ja, als je hem op een flitser zet en er is best wel, vlak naast de lichtcirkel blijft het wel donker, maar op een bepaalde afstand daarnaast, dan krijg je dus echt dat licht wat door die kunststofbehuizing valt. Dat valt dan eigenlijk ook op je onderwerp. Op het onderwerp is maar net van in hoeverre heb je ingezoomd. Natuurlijk niet als je van die kleine, zo'n heel minuscule puntjes gebruikt, je gaat daar heel dichtbij, dan niet. Maar ga je een groothoekopname maken waarbij je opname maken en je wil een bepaald gedeelte uitgelicht hebben, dan krijg je ook toch wel het gedeelte wat daar omheen zit. Wat ook weer het licht van de snoet krijgt door die transparante buitenkant. Ja. Professional heeft dat dus niet. Nee, ik heb begrepen dat ze het gedaan hebben om het triggerlichtje van de verschillende focuslampjes uit te kunnen laten gaan. Als ik hem zou gebruiken, zou ik de duct tape erbij pakken, denk ik. Ja, het is natuurlijk heel eenvoudig op te lossen. Als je daar zegt van, dit stoort met een stukje tape eroverheen en je hebt daar geen licht meer van. Natuurlijk. Conclusie, als we naar een conclusie toe gaan, hebben dit soort snoets meer waarde ten opzichte van onze eigen bouwsnoets? Erg belangrijk wat voor flitsers je gebruikt. Ja.
Als je echt bij sommige flitsers, bij de Inon, maar goed, dat heb ik natuurlijk straks al helemaal uitgelegd, is het voor het instalicht. Ja, voor het instalicht. En bij de CNC kan je problemen krijgen als je te klein gaatje, dat je de... Dus je moet het even met je eigen flitser uitproberen. Bij een... ik heb zelf een Icolite flitser en nou, daar functioneert zo'n hele eenvoudige snoet of een zelfbouwsnoet eigenlijk prima, want je ziet het instalicht altijd uitstekend. Je kan er verschillende hulpstukjes op zetten. Ik zou er zelf niet zo heel snel toe overgaan, maar als ik een Inon zou gebruiken, ja, dan is het, als je, dan is het wel een goede overweging. En als je heel veel flexibiliteit onder water wil, ja, waarbij je zegt van, goh, ik wil snel en makkelijk kunnen wisselen. Als je creatieve mogelijkheden van die figuurtjes, als je dat leuk vindt, ja, dan kan dat ook alleen maar met, dan heeft dat, met deze snoets. Dus het is absoluut een verrijking. Ja, absoluut. Dat. Nou, ik zou zeggen, iedereen onder water, veel snoetplezier. Veel snoets. En tot een volgende test. Okay.